Je wordt wakker en je wilt opstaan en je hele lichaam blokkeert gewoon. Letterlijk niks, zeg maar. Dat mijn zusje me naar de eerste hulp moest brengen. En ik kalmerende middelen nodig had om weet je wel, zo van, toen merkte ik van, ja, dit is niet goed. Ik moet even een paar stappen terug. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen? Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn. Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Ik was eigenlijk gewoon een soort van overwerkt. Gewoon jaren achter elkaar gewoon toeren. Dat heeft zijn tol geëist. En dat wist ik toen niet, dus het frustreerde heel erg van waarom wilt het nou niet, waarom kan ik die plaat niet maken, waarom, weet je wel. Ik heb mijn streken en mijn kracht, ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach, als ik dat niet had, was ik depressief of suïcidaal. Ook het idee dat je direct met je tweede plaat moet komen, want het heeft al zo lang geduurd. En op het moment dat je het loslaat, dan is het ook even niet anders, je kan het ook niet pushen, weet je wel. Er was wat ruimte nodig, er was wat afstand nodig. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even. Hoeveel boeken je ook leest, hoe wijs je ook bent, als dat alles niet gepaard gaat met zelfliefde, blijf je rondrennen in cirkeltjes. Dus datgene wat ik heb geleerd en waar ik doorheen moest gaan, was die zelfacceptatie en zelfliefde, weet je wel. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jouw of de zogenaamde duivel. Het voelde echt als een bevrijding aan. Gewoon eindelijk doen waarvoor je hier bent en gemaakt bent. Weet je wel? Gewoon muziek maken, creëren. Dat was een hele fijne ervaring. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal, maar als de hemel valt. Ik denk dat het belangrijk is dat het nodig was dat we naar die oude stijlen zijn gaan kijken. Maar dat we ook nog een vertaalslag moesten maken wat dat betekende voor onze eigen muziek. En ik denk dat het kwartje op een gegeven moment pas viel toen we realiseerden van oké, wat vertelt die muziek? Volksmuziek, bluesmuziek. Wat is een soort van de kernwaarde die daarin zit en hoe vertaal je dat naar nu? En dan realiseer je dat je ook blues kan maken met een 2014 software synth in plaats van dat een gitaartje hoeft te zijn uit 1930. Op een gegeven moment wees Dries me er ook op. En van ja, je wilt van alles, maar kijk even naar wat je al doet en wat je hebt en wat je beleeft, weet je wel. Dat is precies datgene wat je wil uitdragen. Dus ja, stop het zoeken en doe het gewoon. En dat was wel een goede realisatie.